Circus School Salto in het hartje van Tiene. Ja, en ik heb hier de circusdirecteur, of de directeur van de school alleszins, bij mij, Tom Kools. Tom Kools, jullie beoefenen hier de circussport en dat is een sport waar geen competitie aan verbonden is. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, klopt. Dus ja, circus bevindt zich op de grens van de drie domeinen, sport, cultuur en jeugd. Sinds kort hebben wij een eigen circusdecreet, dus zitten we echt binnen circus, is het een domein op zich geworden. Maar inderdaad, tot voor kort moesten we kiezen, hè. De meesten kozen cultuur of sport. Nu, niet competitief is wel voor ons heel belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat kinderen, jongeren, volwassenen ook bewegen, hè, bij leuke dingen bezig zijn. Wij gebruiken circus als middel om dat te doen, dat mensen in beweging blijven, maar op een niet-competitieve manier. Dus zonder competitie, de intrinsieke motivatie, het spel op zich, circus op zich, is eigenlijk het doel van de activiteiten. Ja. Ja, en wat dat dan nog als enorm groot voordeel met zich meebrengt, ja, jullie werken vooral voornamelijk met kinderen. Ja, pestgedrag, dat bestaat hier niet in de school, hè? Nee, klopt. Daar durven wij toch onze hand voor in het vuur steken. En dat is eigenlijk omdat we zoveel domeinen samen hebben ook. Zoveel activiteiten. Circus omvat meer dan 20 activiteiten. Hè, gaande van oog-handcoördinatie, jongleren, diabolo, bordjes draaien, naar grovere motoriek, acrobatie, luchtacrobatie, grondacrobatie, trapeze, doek, airtrack, allemaal die zaken. En kinderen, we merken dat heel erg gewoon. Kinderen vinden hun gading wel. Is het in iets van jongleren of iets van grovere motoriek. En dat maakt dus dat elk kind wel zijn bepaalde persoonlijke techniek waar hij het beste in is, bij ons kan vinden eigenlijk en kan verder in groeien. Dat pestgedrag, dat komt dan voor. Ja, als je in een klassieke sportclub zit, ja, dan is het heel duidelijk. Gewoon als je gaat lopen, je hebt de startlijn, je hebt de eindlijn, het startsignaal wordt gegeven. Het is heel duidelijk dat jij gewonnen werd en dat ik tweede was. En dan ben jij de snellere loper. In het circus, ja, kan jij bijvoorbeeld goed zijn in jongleren en ik iets minder. Maar kan ik bijvoorbeeld beter zijn als jou in trapeze? En zo vindt iedereen wel zijn ding binnen circus. En dat vind ik zo leuk eigenlijk. Ja, van waar komt de naam Salto eigenlijk? Salto natuurlijk, ja, meer dan 20 jaar geleden begonnen. Je moet ergens een naam zoeken. Dus de officiële benaming is Circus Atelier Salto, omdat we een atelier zijn. Niet echt een vereniging, niet echt een club. Omdat we op die drie domeinen zitten. Omdat we ook voorstellingen doen, cultuur. Is eigenlijk de officiële naam Circus Atelier Salto. Maar Salto, ja, eigenlijk omdat dat voor heel veel technieken werkt. Hè. Een balletje kan een salto maken, een kegel kan een salto maken, maar ook een persoon kan een salto maken. Dus dat paste ergens wel, dat voelde goed aan van in het begin. Hoe is de directeur van deze school eigenlijk op het idee gekomen om met Circus Salto te beginnen? Goh. Dat is heel lang geleden ondertussen al. We worden al iets ouder. Maar ik herinner het me nog wel heel goed. Ik heb zelf lichamelijke opvoeding gestudeerd in Leuven. En toen dat ik jong was, hier in de omstreken Tiene, bestond het eigenlijk niet. Een circusschool, een circusatelier. Ik had het eigenlijk nog nooit niet gezien. Heel veel mensen die denken gewoon van dat ik uit een circusfamilie kwam en zo, maar dat is helemaal niet. Dus ik had nog nooit geen circus gezien, gedaan. Maar in onze opleiding lichamelijke opvoeding in Leuven, in het tweede jaar kregen wij een vakkenstage, circustechnieken, van de mensen uit Brussel, van de circusschool uit het Brusselse. En daar eigenlijk meteen geprikkeld eigenlijk, door alles wat we daar aangeleerd kregen. Dat bleek heel uitdagend te zijn, dat bleek niet zo simpel te zijn. Hè. Ik herinner me nog de eerste keer dat je op een eenwieler stapt. Hè. Je kan zo sportief zijn als je maar wilt. Maar ja, dat lukte niet. En dat vond ik zo de prikkel van, hey man, dat lukt niet. Ik was gebeten, ik wou dat kunnen en blijven oefenen en blijven doorgaan. Hetzelfde met drie balletjes of vier balletjes. De eerste keer die drie balletjes in de lucht. Ik dacht van, oh, geef die drie balletjes even hier, dat gaat wel lukken. Maar dat bleek niet direct te lukken. En dat is zo het leuke aan circus. En ik was toen gebeten. En dan ben ik eigenlijk gaan opzoeken van naam en studies in Leuven. Van ja, waar kan je hier verder in gaan? En dan bleek er in Brusselse een pedagogische opleiding te zijn. Heb ik daar mijn pedagogische opleiding tot circusdocent gaan volgen. Daar mensen leren kennen die ook een artistiek traject hadden. En dan ook verder
toen ik afgestudeerd was als circuspedagoog eigenlijk, ben ik naar Madrid getrokken in Spanje en heb ik daar mijn artistieke opleiding gedaan als porteur, als drager in piramides, zo, duo, trios. En daar eigenlijk de artistieke opleiding gedaan tot circusartiest dan. En dan even rondgetrokken, mijn compagnie en opgetreden. En dan eigenlijk terug naar de basis, naar Tiene. En hier was dus nog altijd geen circusschool. En dan heel klein begonnen. En stilletjes aan is dat gegroeid tot wat het nu geworden is. Ja, op een prachtige locatie, hè? Ja, ja, ja. Centrum Tiene, Grote Markt. Het is onze derde locatie in Tiene. Ik ben zelf begonnen omdat ik LO gestudeerd heb, dan circus gedaan, teruggekomen naar Tiene. Je moet beginnen werken. Ben ik eerst gestart in de VIA op de Waaiberg in Tiene als LO-leerkracht. En daar is het eigenlijk begonnen. Ben ik in mijn turnzaal van school op woensdagnamiddag heel klein begonnen bij lessenreeksjes. Dat is altijd gegroeid. En dan zijn we naar een eigen lokaal gegaan aan de Bleek vroeger, aan het jeugdhuis in Tiene. En dan zijn we, dat werd terug te klein, zijn we terug verhuisd. Hebben we heel lang in het sportcentrum op het Houtenveld in de Grand Slam gezeten. Daar zijn we ook een beetje uit onze voegen gebarst. En dan hebben we deze fantastische locatie, de oude Vox op de Grote Markt. Beter bekend als de Sportie voor de meesten van onze generatie. En hier zitten we nu, denk ik. We starten in september het zevende circusjaar op een fantastische locatie. Waar we nog heel lang kunnen blijven. Ja, jullie zijn dan al meer dan 20 jaar actief. Dus ja, je hebt de circussport ook zien evolueren. En ja, wat ik net vernam voor dit gesprek, wat ik zelf ook niet wist. Ja, we hebben niet alleen een wielerbond en een voetbalbond, maar ook een circusbond ondertussen in Vlaanderen. Hè? Ja, 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 ja. Ja, dus circus, circus is aan het groeien. Hè. Toen dat ik meer dan 20 jaar geleden gestart ben op de Waaiberg in de VIA. Ik denk dat wij, ik denk rond de 10, 9 of 11, ik ben er meer zeker, het 11e organisatie waren in Vlaanderen die bij circus bezig waren. Ondertussen zijn er meer dan 40, dus dat is echt wel aan het boomen. In de tijd, we hebben daar nog mee aan gewerkt, met die 10, 11 dat er toen waren. Daar zaten vooral ook de grotere steden in, hè. Brussel, Antwerpen, Gent, Leuven. Wij zijn er dan bijgekomen in Tienen ook, dat heeft zich gevormd. Er bestond al zoiets als Circus Vlo, dat was de eerste naam. Dat is dan verder uitgegroeid, is groter geworden, is geprofessionaliseerd tot het circuscentrum. En het circuscentrum is nu eigenlijk ons overkoepelend orgaan. En eigenlijk iedereen die in Vlaanderen rond circus werkt, dat kan gaan als atelier, dus als jeugdwerking. Maar ook artistiek vlak, de circusartiesten, de compagnieën, de werkplaatsen, die zitten eigenlijk onder de koepel van het circuscentrum. Ja. Wat maakt eigenlijk de circussport zo aantrekkelijk? Goh, omdat het zo divers is, denk ik. En omdat je er van heel jong tot heel oud mee bezig kan zijn. En mee bezig kan zijn, daar bedoel ik mee, dat kan op een actieve manier, het zelf uitvoerend. Maar dat kan ook naar gaan kijken. Hè. Je kan perfect ook als je 80 bent, nog wekelijks naar een fantastische circusvoorstelling gaan kijken. Maar je kan zelf circus beginnen te doen, actief, vanaf dat je 4 bent. Ik denk dat een hele waaier is, dat je eigenlijk heel je leven lang op een leuke manier rond circus kan werken, op in welke vorm dan ook. Ja, en er zijn zelfs oud-leerlingen van jullie die zo gebeten geweest zijn door de circusschool dat ze er een beroep van gemaakt hebben. Ja, 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 ja. Nu, dat is sowieso, hè, dat is, hè, ons motto is niet competitief, dus die, ja, dat is niet ons hoofddoel. Hè. Ons hoofddoel is om op een leuke manier rond circus te werken met zoveel mogelijk mensen en iedereen is hier welkom. Maar je hebt natuurlijk wel mensen die daar geprikkeld raken, hè, zoals ik in de tijd, en die verder doorgroeien. Dat zijn er niet veel, maar we zijn er wel trots op. Dat is een soort van een etalage voor de circusschool, mag ik toch wel zeggen. En ik denk in die 20 jaar dat er een 6 à 7-tal doorgestoten zijn eigenlijk. Of zich een weg gewerkt hebben naar eigenlijk een professionele carrière. En dat gaat dan naar een carrière als echt circusartiest. Of ook als choreograaf, als maker. Dus dat zit daar een beetje in die culturele sfeer. Ja, en dan als we dan terugkomen op de circusschool nu zelf, of de periode die nu actief is. Jullie organiseren in de zomer kampen, maar eigenlijk, ja, de circusschool is het hele jaar door open of bezig. Hè? Ja.
Ja, klopt. Onze jaarlijkse werking, dus de reguliere werking, waarvoor dat de kinderen, jongeren, volwassenen voor inschrijven, om eigenlijk wekelijks naar één of meerdere van onze lesjes te komen, volgt de schooljaren. Dus zij komen, schrijven zich in en zij komen van september tot juni. Er is altijd les. Wanneer er school is eigenlijk, wanneer de schoolvakanties er zijn, is er geen les. En dan organiseren we, zoals nu hier, stages of circuskampen. Dan komen de kinderen eigenlijk in een schoolvakantie een week lang circussen. De wekelijkse lessen die zijn er eigenlijk voor iedereen. Iedereen kan zich inschrijven in verschillende disciplines, in verschillende activiteiten rond circus. En daarbuiten proberen wij zoveel mogelijk ook de zaal. Want natuurlijk, ja, de wekelijkse lessen, dat is altijd wanneer dat er geen schooluren zijn. Maar overdag proberen wij dan zoveel mogelijk activiteiten te organiseren in de zaal hier rond circus, naar schoolprojecten toe, teambuildings, bedrijven die langskomen, organisaties die hier komen circussen. Om de zaal zoveel mogelijk in leven te houden. Dat moet hier heel de dag van 's morgens tot 's avonds moeten die balkjes hier in de lucht vliegen. Dat is de bedoeling, toch? Ja, circussen is eigenlijk ook zeer laagdrempelig om mee te starten. Ik denk dat dat ook nog een enorm pluspunt is. Hè. Ja, ja, zeker. Juist omdat het niet competitief is, hè, dat standaard nergens ligt. We moeten zo goed worden of zijn om hier te mogen meedoen. Kan eigenlijk iedereen aan circus doen. We hebben ook, dat is ook een heel fantastisch project, dat hebben we jaren geleden opgestart. We hebben een hele grote G-circuswerking. Dat is bij mensen met een beperking die hier komen vanuit de instellingen, vanuit andere organisaties, die hier ook op reguliere basis, maar ook op projectmatige basis komen circussen. En dat is fantastisch gewoon. We gebruiken daar ook circus als middel om die mensen te doen bewegen, om die mensen zich goed te laten voelen, te laten lachen, samen te werken. En dat is een heel fijn project en ook heel dankbaar om met die mensen te werken. Dus iedereen is eigenlijk welkom en eigenlijk iedereen kan aan het circus doen. Ja, dan ga ik je nog een voorlaatste vraagje stellen. Waar kunnen mensen meer info bekomen indien ze geïnteresseerd zijn in de school? Het makkelijkste is eigenlijk, en daar vind je het meeste, ofwel op onze sociale media. Daar worden heel veel foto's, filmpjes gepost. Hè. Maar ook op onze website, die houden we heel hard up-to-date. Daar bestaat ook een hele grote de FAQ, Frequently Asked Questions. Maar ook heel onze lessenrooster staat daarop. Uitleg hoe dat je moet inschrijven, wat dat elke les inhoudt, wie is, wat er gebeurt eigenlijk. Dat kan je daar allemaal terugvinden. En dat kan je terugvinden op www.circussalto.be. Ja, en dan heb ik nog een laatste vraag en ik ga de micro al nu overhandigen. Zo eindig ik regelmatig. Ja, je mag nu de mensen overtuigen om te kiezen voor Circusschool Salto, excuseer. Voilà, oké. Maar voilà, bij deze. Iedereen welkom. Hè. Ofwel kom een keer kijken naar een show of kom naar het CC bij jou in de buurt. Gewoon. Ga eens kijken naar circus, dan kan je zien hoe geweldig het is. En als je dan zegt gewoon van, goh, dat ziet er toch iets fantastisch uit, gewoon, kan je het bij ons hier zelf komen ontdekken. Ook de kinderen, hè, kijk een keer, vraag eens aan mama of papa. Oh, gaan we een keer even naar de site kijken? Gaan we eens op Facebook, Instagram, TikTok kijken naar die filmpjes? En dan kan je zien wat andere kinderen, jongeren hier doen. En als je dan gebeten bent, altijd welkom. Voilà. Dag, tot binnenkort.